Dit gaat Patrick heerlijk vinden. Wat is dat? Huh? Patrick, die notenkaas is om te eten. Weet ik toch. Oh. 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 Neem jullie maar wat mee voor onderweg. Dank je. Mag ik nog een beetje? Het is moeilijk om van mijn achterkant te eten. Tuurlijk, Patrick. Hier heb je de laatste. Dank je, Sandy. Zo, alles is weer bij het oude. Wat krijgen we nu toch weer? Wij willen notenkaas! Wij willen notenkaas! Wij willen notenkaas! Hi, Sandy. Patrick, wat is hier aan de hand? Ik wil nog meer notenkaas. Wie zijn al die mensen? Notenkaas! Oh, zij hebben de notenkaas van mijn rug gelikt. En nu willen ze nog meer. Oh, gos, Patrick. Ik ben er helaas helemaal doorheen. Maar het is het enige dat mij zoveel eten. Dan moet ik vanavond maar weer met honger naar bed. Nou, dat kan je toch niet? Ja, ik wil niemand teleurstellen. Ik maak gewoon nieuwe eikeltjes. Iedereen gelukkig maken met mijn notenkaas geeft me een heel warm gevoel van binnen. Eerlijk gezegd is de vraag zo groot dat ik een manier heb gevonden om de productie te verhogen. SpongeBob schetst steeds alle eikeltjes op de lopende band. Daarna gaan ze de buizen in. En daarna verander ik ze in notenkaas. Sandy, volgens het boek van Shalmon mogen we de natuur niet dwingen om ons meer te geven dan ze aankan. Maak je geen zorgen over mijn boom, SpongeBob. Maak je zorgen over die groep notenkaas-fans buiten. Wij willen notenkaas! Wij willen notenkaas! We hebben nog veel meer eikeltjes nodig voor iedereen. Oh, Sandy's boom ziet er niet zo goed uit. Volgens mij kan die het niet lang meer aan, Patrick. Ja, het is net als wat Sandy zei. Dinges, wetenschap. En wie zijn wij om in discussie te gaan? Oh nee, tot zover de nootjes. Geen paniek, laat mij maar. Oh nee! Patrick, we moeten iets doen! Sandy vergeet het ons nooit als we haar boom vernielen! En dan vergeef ik het haar nooit als ze geen notenkaas meer maakt! Alsjeblieft zeg, niet duwen! Ik maak nog meer! Niet vergeten, Sandy is de eekhoorn, waar je op kunt rekenen! Oh nee! Wat is hier in eikeltjesnaam aan de hand? Die boom is hartstikke ziek! Maak je geen zorgen, ik heb al notenkaas gemaakt met de rest van de nootjes. Zijn alle nootjes op? Eikeltje Mina! Tijd voor een nieuwe dosis kunstmest! Sandy, wacht! Volgens mij wil jouw boom dat niet! Die jongen heeft gelijk! Waarom doe jij je boom pijn? Een boom zou jou nooit pijn doen. Ah! Rotsplinters! Oh, ik was zo druk bezig met niemand teleur te stellen dat ik te veel van mijn boom heb gevraagd. En van mijn vrienden. Misschien kun je met meer bomen jouw hele samenleving blijven voeden op een natuurlijke en een duurzame manier. Ik bedoel, alles is al gauw beter dan deze troep. Tje. Dank je, Shalmon. Maar ik ben meer een eekhoorn voor één boom. Ik ga doen wat ik al veel eerder had moeten doen. Die oude meis krijgt van mijn nieuwe voedende aarde uit Texas. Nou, mijn werk hier zit erop. Het wordt tijd dat ik terugkeer naar mijn mensen. Wat schitterend. Een hele goede ijsjesdag, meneer. Ja, het is een goede dag voor ijsjes. En welke gaat het worden? Ik wil uw allerbeste ijs voor mijn allerbeste maat, SpongeBob. Uitstekende keus, meneer. Eenmaal hemels paradijs. Komt eraan. Ah, SpongeBob vindt het vast niet erg als ik een klein hapje neem. Ah, deze bon is niet meer geldig. Hij is 2 jaar geleden verlopen, sorry. Die nemen we niet aan. Geen ijsje voor SpongeBob? Nee! Ik eis dat u mij gratis kortens wil aanneemt. Goede aanval in het midden, pap! Neem mijn bol aan! Neem mijn bol aan! Neem mijn bol aan! Ben jij de grote verdelger? Nee, ik ben de grote vergelder niet. Ik ben hier om mijn bon voor een gratis ijsje in te leveren. Het is voor mijn beste vriend, maar hij is verlopen. Ze zijn allemaal verlopen omdat ik niet weet in welk jaar we zitten. Ik weet helemaal nergens wat vanaf. Ben jij slim of dom? Appels? Geniaal! Laat me je hoofd eens zien. Ik voel je hersenen niet. Die zitten vandaag in mijn been. Bij mij ook. High five. Geheime handdruk. Perfect. Jij weet ook niet hoe je die geheime handdruk moet doen. Hé, ik weet niet hoe je heet. Hé, je hebt gelijk. Deze is misschien nog wel geldig als ik naar de kleine lettertjes kijk. Ik heb mijn leesogen niet bij me. Probeer deze maar eens. Oh. Daar staat Garbeldy Goop. Maar als je het omdraait, staat er... Poekidilabram. Een koninklijke uitdaging. Een haargroeiwedstrijd. Wauw. Wow. Is dat alles? Let op. Doe dit maar eens na. Oh, man. Haha, ik heb gewonnen. Niet zo snel. Neem je dan nu mijn kortingsbon aan? Nu nog niet. De derde uitdaging. Jouw butterscotchstijl is strak, minder vet. Maar je gaat niet winnen van mijn brownie-stukjes. Jij zal willen dat je horentje een bakje was als ik slagroom van je maak. Ze zeiden dat je bollen had, maar je ijs is soft. Jij hebt duidelijk de oude kunst van falen gestudeerd. Neem nu mijn bollen aan. Denk na, regenbooghagelslag. Jij hebt talent en jij bent heldhaftig. Ik neem je kortingsbon aan. Een gratis horentje voor jou. Jullie zijn de allerbeste watervrienden die een vreemde meid van buiten de stad zich ooit kan wensen. Daar tijd! Geen paniek, ik heb altijd een reserve. Oh, ik dacht het niet! Ja, karate punt! Geniet van de taart allemaal. Ik heb hem speciaal voor Sandy gebakken. Ik heb een notenallergie. Zit hier noot in? Nee, geen noten. Oké. Oh, maar natuurlijk wel walnoten. Wat? Maar walnoten zijn toch eigenlijk fruit, of niet? Een onbewaard ijsje? Zonder als niemand het opeet. Ga jij maar weer naar huis toe om je op te frissen. Maar ik heb mijn eerste ijspauze nog niet gehad. Ik zal je morgen nog een kans geven. Als het dan weer niet goed gaat, moet ik je helaas ontslaan. Maar wel op een heel vertrouwelijke manier. Oh, sorry meneer. Ik dacht dat dit mijn steen was. Patrick, dit is jouw steen. Ik wachtte op je. Hoe was je eerste werkdag? Ik kan echt helemaal niks goed doen. Ik geloof dat ik morgen ontslagen ga worden. Oh, arm zeesterretje van me. Weet je wat, makker? Morgen kom ik je meehelpen op je werk. Oh, bedankt, aardige vreemdeling. Oké, vertel nog eens voor de fantastiljoenste keer hoe we dit gaan doen. Let maar eens op. Als jij je armen achter je houdt, ben ik je handen. Oh, dus als ik ijsschepdiensten heb... help ik je met scheppen. En als ik wisselgeld geef... kan ik het tellen. En als ik jeuk aan mijn billen heb... dat mag je zelf doen. Oké, ben je klaar voor je tweede en laatste kans? Ik doe wel even voor hoe je precies... ijskoekjes moet maken. Laat maar aan mij over. Is het al tijd voor pauze? Nee, nog niet. Maar je bent klaar voor de volgende stap. Oké, knul. Relax, kalm blijven en probeer lol te maken. Appeltje, eitje, banaan in het bakkie. Werken is zwaar werk. Hallo luidjes, ik ben jolige Job, ik ben maar op. Mooi werk, piepeltje. Nu is het tijd voor je eerste pauze. Pauze? Mag ik nu ijsjes eten? Zoveel als je maar aan kan. Bedankt voor de hulp, vriendje. En nu tijd om aan te vallen. Ik wil wel. Maar ik ben al bijna te laat op mijn werk. Weet je zeker dat je al dat ijs wel alleen op kan? Niks gevraagd. Smakelijk, medewerknemer. Oh, ik heb nog maar 2 minuten pauze. Nog 2 minuten voor ijs. Rain freeze! Jaar later. Oh. Nou, dat ging best lekker, toch? Je bent ontslagen! geeft niet. Ik heb toch een koemelkallergie. Vreten knuffels en ijsjes. Ja? Hallo, jonge dame. Wij verkopen chocolade. Is jouw moeder thuis? Ma! Wat? Waarom dat geschreeuw? Je kan maar niet wachten tot ik dood ga, niet dan? Zij verkopen chocola. Chocola? Ja. Wat verkopen ze? Chocola. Wat? Chocola! Ik versta je niet. Ze verkopen chocola. Ze verkopen chocola? Ja. Chocola. Ik weet nog toen ze voor het eerst chocola uitvonden. Zoete chocola. Ik heb het altijd gehaat. Oh, maar dit is geen chocola om te eten. Nee, dit is om... Je smeert het op je huid en dan heb je het eeuwige leven. Nee. Het eeuwige leven, zeg je? Ik neem er een. Kom op, luie Marie. Begin me met die chocola in te smeren. Ik haat jullie. Als we de waarheid blijven oprekken, dan hebben we heel snel een rijk leven. Hoera voor liegen! Het zorgt voor haargroei. Hoi, mijn vrouw wil de baard laten staan. Het maakt je heel slim. Ik wil het wind. Het zorgt dat je gezicht niet nog lelijker wordt. Net op tijd. Je kan vliegen. Je wordt verliefd. Het brengt wereldvrede. Je kan door muren. Je regeert de wereld. Dit wordt de allermooiste zin. Ja, die vent krijgt zo'n meelij met ons dat hij alle repen van ons koopt. Wat kan ik voor jullie doen, jongens? Hallo, meneer. Wilt u een reep kopen? Het is voor een operatie. Echt waar? Jullie ook? Wat hebben jullie, jongens? Wij hebben hoofdwonden en voorgewende bloeding. Oh, wat een bofkonte. Ik ben geboren met glasbotten en een papieren huid. Iedere ochtend breek ik mijn benen en iedere middag breek ik mijn armen. 'S'nachts lig ik wakker te lijden tot een hartaanval me in slaap brengt. Oh, nee. Au. We moeten hem helpen, Patrick. Voorzichtig, leg hem zachtjes neer. Au. Arme man. Is er iets, wat dan ook, waarmee we je kunnen helpen? Er is één ding. Zoals jullie begrijpen, zijn mijn ziektekosten ongelooflijk hoog. Maar ik kan mezelf in leven houden door de verkoop van chocorepen. Wat een goeie jongens. Het doet mijn hart goed. Een paar van zulke klasse sukkels als die twee te belazeren. Begrijp me niet verkeerd, Patrick. Het is mooi dat we die vent helpen, maar aan wie moeten we deze chocola nou weer kwijtraken? Geef het maar toe, Patrick. Wij zijn sukkels. Kan ik mijn leven? Laten we onze namen veranderen in Laat en Maar. Chocola! Nee, doe alsjeblieft geen pijn, genade! Nee, ho! Eindelijk! Ik probeer jullie de hele dag al te pakken! Nu ik jullie dan eindelijk te pakken heb! Ik wil al jullie repen kopen! Dank u voor uw klandizie. Leven we nu al het rijke leven, SpongeBob? Nog niet, Patrick. Eerst moeten we het geld uitgeven. Maar waar gaan we het aan uitgeven? Goedenavond, meneer. Tafel voor 1 graag. Sorry, maar het hele restaurant is gehuurd voor een privéfeestje. Maar ik kan maar 1 avond rijk doen. Oh, wie kan er nou een heel restaurant afhuren? Oh, een stelletje rijke ondernemers met hun dates. Dames, en hoe lang kennen jullie elkaar nou al? Wat? Wat zei die nou? Laat maar door, Kaboba. Daar gaat het hele volwassen zijn idee. En, Patrickje, vergeet niet de koekjes, eethoed. Hey, dat is mijn koekjes-eethoed! Ik bedoel, dat was het toen ik een baby was. Kijk eens wie we daar hebben. Het is mijn grote volwassen kleinzoon. Grootmoeder, ik moet eens even een heel volwassen gesprek voeren met meneer Patrick. Patrick, wat doe je nou? Koekjes, warme melk, een slabbetje. Is dat een kusafdruk op je voorhoofd? We zijn toch volwassen? Geen ruzietjes maken met de volle maag. Wie is hier de baby? Ik ben de baby, ik ben de baby, ik ben de baby. Volwassen zijn is doodzaai. Ik hou ervan een baby te zijn. Bovendien snap ik niks van jazz. Oh, arme Patrick. Ik heb bijna medelijden met je. Gevangen in de beginfase van je luierdagen en nooit de rijkdom van het volwassen zijn zullen kennen. Hier een blad met verse koekjes. De gekke. Rijkdom, hè? Ja, bijvoorbeeld... eens kijken, je hebt de jazz. Oh, maar ik ben vol. Nog meer koekjes? Hey, tijd om te lunchen. Volwassenen moeten ook eten. Een koekje als lunch dan maar. Dat baby eten is niks voor jou. Wat dacht je van een groot stuk gestoofd koraal? Oh ja, lekker. Heel voedzaam. Tijd voor een verhaaltje. Oh, Jotem, verhaaltje, verhaaltje, verhaaltje. Verhaaltje? Dit vind je vast leuk, Patrick. Een fantastisch verhaal over een magische zeekabouter. En SpongeBob, ik weet zeker dat dit verhaal niks voor jou is. Hier, een boek over onderhoud aan elektrische apparaten. Oh, leuk. Ja, fascinerend. Geen plaatjes. Ja, daar hou ik van. Oh, mijn wijsvingertje. Kom maar hier, kom maar hier. Beter? Een beetje. Deze vinger doet ook een beetje pijn. Wat dacht je van een cadeautje? Oh, jongen, ik hoop dat het koekjes zijn. Oh ja, een nieuwe hoed. Nee, Patrick, dat is een trui. Huh? Gebreid met veel liefde. Nee! Krijg ik geen cadeautje, oma? Oh, was ik bijna vergeten. Wat kantoorartikelen. Niet ingepakt, dat vind je niet erg, hè? Oh, 3 uur al. Tijd voor volwassenen om te gaan werken. Tot ziens, SpongeBob. Volgens mij heb jij best zin om een dutje te doen, hè, Patrick? Ben je er nog, SpongeBob? Ik hoef niet weg. Ik mag best wat te laat zijn. Nee, dat zou absoluut niet volwassen zijn. Oké, nou, dan ga ik maar eens. Ik moet nog een boel volwassen zaken afhandelen. Nou, tot ziens dan maar. Oké, leuk dat je langskwam, SpongeBob. Ja, tot ziens, hè. Ik ga nu. Kom gerust nog eens langs. Ik ga de koude volwassen wereld in. Alleen. En zonder trui. Toedeloe. Ik weet niet wanneer ik weer kom. Ik weet hoe druk je bent. Nou, dat was het. Sst, hij slaapt. Tot ziens. Ik wil niet volwassen zijn. Ik wil koekjes en melkje. En ik wil een trui gebreid met liefde. Ik wil luiers dragen. Ik wil in mijn kinderwagen rijden. Ik wil knuffelen, puffelen met mijn knuffelbeer. Ik wil hobbel de hobbel op mijn zeepaardje. En ik wil kusje, kusje op mijn boeboe. Ik wou dat we iets te eten hadden, joh. Kijk eens wat ik heb. Rechthoeken. Nou, niet gewoon rechthoeken. Chocorepen. Oh. We moeten alleen zien dat we hier de rest van ons leven mee doen. Tof, SpongeBob. Ik eet hem nu gelijk op. Ik eet hem nu gelijk op. Au. Oeh. Waar is mijn chocoreep nu? Ik heb hem vast laten vallen. Je hebt hem al op, Pet. Je zit helemaal onder. Waar is die reep? Ik zal verhongeren. Ik wil mijn reep. Ik kan hem niet vinden. Waar kan die chocoreep nou zijn? Aha. Wat? Jij stal mijn chocoreep. Nee, niet waar. Oh, gaan we grappen uithalen. Eens een dief, altijd een dief. Die jouw is op. Deze is van mij. Jij nam mijn laatste voedsel. Ik ga verhongeren. Hier, Patrick. Neem de helft van de mijne. De jouwe? Het is de mijne. Ja, wil je die helft of niet? Ik wil het pas als je de diefstal toegeeft. Dit is mijn chocoreep. Oh, is de leugen nog niet snel? Het is leugen nog zo snel. Jij kunt het weten, leugenaar. Nou, als jij zo blijft doen, dan eet ik hem zelf op. Dat durf je niet. Ik waarschuw je. Ha? Niet. Ha? Stoppen! Ha? Niet doen! Oh! Nee! Oh, 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 oh. Je bent een gestoorde, SpongeBob! Dit had ik kunnen verwachten toen jij die ballon meepikte. Oh ja, Patrick? Oh ja? Of heb jij mij onder hypnose gedwongen tot diefstal? Oh, oh. Genoeg! Oh, 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 oh. Eerst die ballon, toen mijn chocoreep. Jij bent de weg kwijt. Ik ga het zeggen. Ah, maar niet als ik het eerst zeg. Ik ben er als eerste.